In deze video ging ik jullie laten zien hoe je een voeding kunt aansluiten aan de ledstrip. De ledstrip die ik in de vorige video's al meermaals heb besproken. Deze voeding had ik gekocht op AliExpress, wat eigenlijk niet zo'n goed idee was. Het is een 5 volt voeding die 20 ampère zou kunnen leveren. Op zich ziet de voeding er wel goed uit. Jullie kunnen ook zien dat er eigenlijk niks aan mankeert als je er gewoon zo naar kijkt. Ik ga jullie dus laten zien hoe je alle kabels op de juiste manier kunt vastmaken. Maar jammer genoeg was er in deze voeding iets mis, waardoor ze aan het einde van deze video ineens begon te roken. Ik ga daarvoor een voedingskabel gebruiken. Ik heb daarvan de connector afgeknipt en daarna snijd ik de behuizing open. Zo kan ik de kleine kabeltjes daarna ook strippen. Daarna draai ik de kopertjes bij elkaar, zodat ik er deze krimphuls kan overdoen. Ik doe dus over elke kabel zo'n oranje krimphuls en dan ga ik er met deze hexagonale krimptang over. En dan krimpt hij alles bij elkaar, zodat het heel goed vast zit. Daarna kan ik beginnen aan het vastschroeven van de kabels aan de voeding. Ik ga dus wel eerst de vijzen moeten losdraaien. Normaal gezien staat het op de voeding aangegeven hoe je de kabels moet vastmaken. In mijn geval stond er eerst L, dat is de fasedraad. De bruine kabel die moest aan het eerste pinnetje vastgemaakt worden. Daarna stond er N voor de nuldraad, dat is de blauwe kabel en die moest aan het tweede schroefje vastgemaakt worden. En daarna stond er nog de ground pin en dat is onze groen-gele kabel die daar moest vastgemaakt worden. Nu ga ik de voeding eerst meten of dat ze wel de juiste spanning geeft. 5,081, dus 5,081 volt. Dat is eigenlijk zo goed als perfect. De aardpin en de case zijn ook met elkaar verbonden. De ingangsspanning is 238 volt. Dat is normaal gezien ook zoals het zou moeten. Beide 5 volt outputs geven 5 volt, dus dat is zoals het hoort. Daarna heb ik ook nog gekeken of de case geaard is en die is ook geaard, dus als er ergens een lek zou zijn, kan ik geen schok krijgen. Nu ga ik deze ledstrip connector terug loshalen, zodat ik hem kan hergebruiken. Ik heb weer een kabel erbij genomen. Ik heb deze kabel gestript en daarna heb ik er kabelhulzen over gedaan. Die gaan ervoor zorgen dat de kabel niet meer uit de voeding komt. Ik ga deze kabel alvast vastklemmen onder de voeding. Ik heb daarvoor de rode kabel op de plus gezet en de blauwe op de min. Zo is het makkelijk ook om te onthouden als ik hem straks aan de ledstrip connector vastmaak. De rode en de witte kabels van de ledstrip connector heb ik bij elkaar gedraaid, zodat ik die nu kan vertinnen. Ook het uiteinde van de kabel die al in de voeding geschroefd zit, heb ik bij elkaar gedraaid. Zo kan ik de kabels dus makkelijk vertinnen. Ik soldeer op deze manier de plus en de plus en de min aan elkaar. En daarna doe ik er een krimpkous over die ik daarnet al op de kabel had gestoken. Daarna kon ik hem testen. Ik stak de voeding in, verbond hem met de ledstrip. Ik ging op mijn computer en ik selecteerde dat er 10 ampère door mocht. En toen begon het ineens te roken. In de volgende video laat ik jullie zien hoe ik de voeding uit elkaar haal en wat ik denk dat er kapot is. Dus vergeet zeker niet te abonneren, zodat je die niet mist. Als je weet hoe ik de voeding kan maken, laat het dan weten in de reacties. Tot de volgende video.